Goedendag en welkom in Oud-Beierland. We staan hier vandaag bij een van de deelnemende akkerbouwers waar de bokashi ingeslurfd gaat worden. We nemen jullie graag mee in dit proces. Hier achter ons liggen de grasbalen opgestapeld. Van die grasbalen maken we bokashi. De kraan die vult de shredder. Dan worden de hooirollen eigenlijk een beetje verpulverd en wij noemen dat verkleind. Met een band loopt dat uit de machine. Vervolgens doet de shovel, die schept het in de slurfmachine. Daar gaat met een band omhoog. Onderweg worden ook nog de mineralen toegevoegd om het bokashi proces op gang te brengen. Op twee plaatsen worden de toevoegingen gedaan. In de eerste plaats op de shredder, daar wordt water toegevoegd, gewoon uit de sloot. Om het vochtgehalte van het maïsmeel op een goed niveau te brengen, dat die fermentatie goed kan verlopen. Dan wordt er op de feedtuber, op de inslurfmachine, worden er effectieve micro-organismen toegevoegd. Dat zijn melkzuurachtige bacteriën die het fermentatieproces uitvoeren. Die zorgen er ook voor dat de pH snel daalt, waardoor rottingsbacteriën geen plek krijgen in dat spel. Om te voorkomen dat de pH te snel daalt, waardoor de werking van melkzuurbacteriën af zou nemen, wordt er ook kalk toegevoegd in de vorm van zeeschelpkalk. En daarnaast worden er nog kleimineralen toegevoegd om eventueel nuttige mineralen die vrijkomen bij de fermentatie om die te binden. En dat is op deze zeekleigronden is dat wellicht een overbodige toevoeging, maar in het algemeen is dat een nuttige toevoeging. Samenpersing gebeurt middels een wals. Dan rijdt de machine heel langzaam vooruit en achter de machine wordt dan de bokashi gevormd middels een plastic zak van 3 meter doorsnee. Bedankt allemaal voor het kijken. Over 8 weken wordt de bokashi over het land uitgereden. Hopelijk tot dan!